Ondanks de sluiting van de school kwamen leerlingen uitgedost en met eieren en rookbommen op zak naar het Amstelveen College. Maar ver kwamen ze niet. De leerlingen waren boos. Mijn ouders persoonlijk waren ook al boos. Er was gewoon heel veel verwarring. En de manier van communicatie was alsof wij risico's waren. En wij voelden ons niet goed gehoord als leerlingen. We hoorden van de social media dat daar berichten over rondging, waarbij opgeroepen werd tot harde rellen op het Amstelveen College. En neem vooral je vuurwerk mee. Er waren signalen in de afdeling, dus de afdelingsleiders kregen signalen. Ook onze conciërges hoorden berichten dat daar toch het een en ander te gebeuren stond. Tot harde rellen kwam het niet, maar onrustig was het wel. Er werd één scholier aangehouden die naar een agent zou hebben gespuugd. Het was denk ik niet de bedoeling, ze waren gewoon boos. Dat heb ik echt meegekregen, ze waren gewoon boos. En ze wilden gewoon, ja, dan woede, boos. Ja, we zijn nog steeds pubers. Dus dan ga je het maar op deze manier uit. En natuurlijk, dat is niet correct, maar dat gebeurt. Waar bent u bang voor geweest? Wat voor situatie was u bang voor? Nou, altijd die veiligheid die je voor alle kinderen moet kunnen garanderen. En vandaar ook dat we dat feestje dat hier voor de school door de examenleerlingen zou plaatsvinden, ook die hebben afgelast. Omdat ook die kinderen wil je een veilig en leuk feestje kunnen garanderen. En dat kon niet. En nu? En nu hebben we geen afscheid genomen op een leuke manier van onze school. Nu gaan we zonder examenstunt onze examens maken. Ja, dat is hoe het is.